Dit is de foto die ik heb uitgekozen. Niet helemaal toevallig hangt hij ook boven bij die tentoonstelling waar Koos het over had. Dankzij de bruggen. Hij is ik vind het een heel bijzondere foto omdat hij gewoon mooi is. Ik heb verder niet zoveel met mooi, maar in dit geval wilde ik wel een uitzondering maken. Hij is genomen, wat heel bijzonder is, ook door een vrouwelijke fotograaf die een studio had in Garut, begin 1900 tot 1940. Tilly Wijsenborn. Als je hem zo een tijdje ziet, moet je dan niet denken aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Weet je wel, die tuibrug met die pilaren en die kabels die de brug vasthouden. Het lijkt wel een soort voorstudie ervan. Toen ik de foto's had, dacht ik, de Nederlandse bruggenbouwers hebben hier eigenlijk al jaren voordat ze in Rotterdam begonnen al mee geëxperimenteerd met deze techniek, met die methode van het hangen van het brugdeel aan pilaren. Tenminste, dat dacht ik. Want wij zijn toch de bruggenbouwers van de wereld, hè, de Nederlanders. Maar er is één detail waar ik een beetje overheen keek en wat toch een beetje bleef knagen. Dat is het materiaal waar het van gemaakt is. De brug is gemaakt van bamboe. Alles is van bamboe. En voor een leek maakt het niet zo uit waar je iets van bouwt. Weet je wel, als je een schrootjesplafond wilt thuis, dan, of het nou plastic is of hout, je pakt gewoon die tekker en je zet de bonden tegenop en klaar is Kees. Maar voor een brug luistert het heel nauw wat voor materiaal je gebruikt, want je hebt te maken met krachten en slijtage en allemaal elementen die op dat materiaal werken. En eigenlijk is het zo dat je jarenlang ervaring moet opbouwen voordat je een betrouwbare brug kunt maken met bepaald soort materiaal. En Nederlanders die hadden die ervaring niet met die bruggen. Wij zijn van de metaal en de steen en later het beton. Dus misschien was het dan toch wel een inheemse brug en was het geen Nederlandse constructie. Er is een blad, een ingenieursblad uit Indonesië, ook uit die tijd. Het was ik heb een nummer gezien uit 1874 en er is een ingenieur die praat over deze bruggen. Er waren er meerdere van. En die zegt dat hij ze heel bijzonder vindt en dat ze door de inheemse werden gemaakt. Inheems ontwerp en inheemse bouw. Inheemse materiaal, met wat voorhanden was, bamboe. En behalve dat hij zijn bewondering ervoor uitspreekt, spreekt hij ook zijn zorg uit over dat hij bang is dat die bruggen gaan verdwijnen. Want ze rotten binnen 5 jaar weg en binnen 5 jaar moet er dan weer een andere gebouwd worden. Waar ze overigens maar 2 weken over deden en er stond er alweer een andere. Het ging heel snel. Ze waren er heel handig in. Maar dat als ze er niet iets aan zouden doen, dat binnenkort de Nederlandse technologie alle bruggen zou overnemen in Indonesië. En inderdaad had hij daar gelijk aan. Die bruggen zijn allemaal verdwenen. Maar dankzij de fotografie hebben we dan in ieder geval nog deze foto over. Dat is, vind ik, een van de grote voordelen van fotografie. Als je het niet meer nodig hebt, gooi je het weg, maar maak er alsjeblieft wel even een foto van tevoren. En dit is de meest gecompliceerde vorm van de bamboebrug. En op de tentoonstelling hangt ook, even kijken, waar doet hij het al? Hangt ook een andere foto. Dit is de simpelste vorm van de bamboebrug. En die vind ik eigenlijk het mooiste. In eerste instantie denk je, nou, wat een simpel bruggetje. Maar hij illustreert helemaal wat er eigenlijk aan de hand is met de Indonesische technologie en met het bouwen van bruggen. Die rivieren in Indonesië zijn altijd erg heftig tijdens de moesson. Kijk, deze foto is genomen, daar was de rivier gewoon helemaal weggezakt. Dus dan is het erg rustig, maar hier wordt je al wat wilder. En als de moesson er is, dan nemen ze modder mee en stenen en die slaan dan alles wat in het water slaat kapot. Dus je kunt geen pijlers in het water zetten. En hier zie je al de eerste oplossing daarvoor, is dat ze 2 bamboestangen zo in een soort tipi-vorm op de oever hebben gezet. En daarachter nog 2 van die stangen. En dan hangen ze daartussenin met die lianen die je daar ziet hangen. Hangen ze dat looppad. En die lianen die hangen aan die houden die dwarsstok. Kun je het zien? Die dwarsstok die houden ze omhoog. En ik heb een hele tijd die foto's te kijken. En die dwarsstokken, die schuine stokken, die staan natuurlijk in de modder. Dus die zakken steeds een eindje weg. En dan had je een hele slimme oplossing. Dat kun je hier ook zien. Dat als ze dan wegzakten, werd die druk ook steeds lager. En dan ging dat loopvlak ook zakken. Maar dan hadden ze daar een liaan daarboven. Daar staat een stok tussen. En die draaiden ze dan een paar keer op. En dan kwam het wegdek weer een beetje omhoog. En dan zet je hem vast aan de zijkant van de brug. Dus dankzij de fotografie hebben we kunnen zien hoe ingenieus de Indonesische inheemse bruggenbouwers eigenlijk zijn. Dankjewel.